Hallo, dit is een moderne kawaii-piano. De piano is mooi van klank, maar wel te hard. Om een piano zachter te laten klinken, zijn er verschillende opties. Optie 1 is het aanpassen van de kamerakoestiek. Dit raad ik altijd als eerste aan, want hiervan gaat niet alleen de piano beter klinken, hierdoor kan je elkaar ook beter verstaan op een drukke verjaardag. Manieren om dit te doen zijn dikke gordijnen, een hoogpollig tapijt of akoestische panelen. Optie 2 is het intoneren van de hamerkoppen. De hamers in een piano die de snaren in trilling brengen, hebben een veel te toplaag. Als de pianostemmer deze met een naaldje prikt, gaat de piano vriendelijker klinken en ook zachter. Optie 3 is de piano isoleren. Aan de achterkant van de piano zie je achter de rasbalken de zangbodem zitten. Dit is het gedeelte dat het geluid van de snaren versterkt en de piano laat klinken zoals hij klinkt. Het meeste geluid komt dus achter de piano vandaan. Als je tussen de rasbalken geluidsisolatie stopt, scheelt dit aanzienlijk. Alle drie de opties hebben hun voor- en nadelen. Als je het volume wilt aanpassen, pas je namelijk ook automatisch het karakter aan. Bij het aanpassen van de kamerakoestiek pas je een beetje volume aan en een heel klein beetje karakter. Bij het intoneren van de hamerkoppen pas je veel karakter aan, je maakt het geluid ronder en vriendelijker en daardoor verlies je ook volume. Bij geluidsisolatie pas je vooral het volume aan, maar daardoor ook een beetje karakter. Omdat deze piano erg mooi klinkt, maar wel te hard is in volume, gaan we voor optie 3. In deze video ga ik laten zien hoe makkelijk het is. Ik maak voor deze manier van isoleren gebruik van Polypress. Dit is een geperst kleurrijk vlokkenschuim dat uitermate geschikt is voor geluidsisolatie en ook nog eens goed betaalbaar is. Als de piano omgedraaid is, meet ik nauwkeurig de ruimtes tussen de rasbalken. Ik teken op een papiertje de ruimtes en zet daar de maten bij. In de lengte zijn deze 83,7 en de breedtes zijn bij deze piano toevallig allemaal 28,5. De isolatie die ik hierin kwijt wil, is moeilijk precies op de millimeter te snijden. Als ik dit dus ga bestellen, heb ik de kans dat het een paar millimeter te groot of te klein is. Te groot is geen probleem, maar als het te klein is, heb je de kans dat de isolatie er uit zichzelf uitvalt. Ik tel dus voor de zekerheid 3 mm bij de lengte en 3 mm bij de breedte. Omdat deze vakken mooi evenwijdig zijn, is het extra makkelijk en hoef ik maar 1 te onthouden. Met deze maten kan ik gaan bestellen. Ik ga naar mijn favoriete isolatiewebshop en voer mijn maten in. Voor de dikte van de isolatie kies ik 5 cm. 4 cm geeft een wat subtieler effect, 6 cm is voor pianos die je liever echt niet wil horen. Let wel op dat je de dikte ook kwijt kan in de piano zonder dat het materiaal tegen de zangbodem aankomt. De zangbodem moet wel kunnen blijven trillen. Ik kies voor Polypress en voilà! Binnen een week heb ik mijn op maat gesneden materiaal binnen. Ik teken met een stift af waar de handvatten zitten van de piano. Deze moet ik namelijk uit de isolatie halen om de plaat erin te krijgen. Dit doe ik met een scherp trekzaagje en vervolgens pluk ik de isolatie eruit totdat ik nog maar een dun laagje overhoud aan de onderkant. Nu kan ik de isolatie in de piano duwen. Ik zorg ervoor dat de buitenkant van de isolatie gelijk zit aan de buitenkant van de rasbalken. Vervolgens doe ik ook handvat 2.
Nu kan ik ook de rest van de isolatie in de piano plaatsen. Het resultaat is een strak uitziende isolatie die niet opvalt als je voor of naast de piano staat. Het verschil in decibel is behoorlijk, maar wel per piano verschillend. In het begin kan het tijdens het spelen lastig zijn omdat je een bepaald volume verwacht uit je piano. Het duurt altijd even voordat je weer gewend bent aan de feedback van je instrument.